keer een ontspanoefening. We krijgen heel vaak de vraag, kun je ons helpen met out of the box denken? Wij willen als team out of the box leren denken. Ik wil out of the box leren denken. Ja, dat doen wij. Wij hebben daar workshops voor, we hebben daar trainingen voor. We coachen mensen daarvoor, et cetera. Maar nu even een oefening. Een oefening uit het boek. Wat je gaat doen is het volgende. Je gaat naar de supermarkt. En bij de supermarkt aangekomen, zoek je iemand uit buiten. Spreek je niet aan overigens. En die volg je de supermarkt in. En je gaat die spiegelen. Dus wat hij of zij in het mandje legt, dat leg jij ook in jouw mandje of in jouw karretje. Net zolang totdat je genoeg ingrediënten hebt voor een avondmaaltijd. En met die producten ga je dus vanavond de maaltijd bereiden. Je weet dus als je binnenkomt nog niet of dat je vlees gaat meenemen of vis of vegetarisch. Dat is een verrassing. Dus dat is een beetje out of je comfortzone. Een beetje maar, valt wel mee. Hoewel het toch best spannend is. En ja, je gaat misschien iets eten wat je normaal niet zou eten. Of een combinatie die je niet zou eten. En dat maakt het leuk. Geniet ervan en ik zie je graag een andere keer. Dag!